Vanaf deze week is de maximale rente op aankopen op krediet verlaagd en het gaat dan om een tijdelijke verlaging tot en met maart 2021. En de verlaging is van 14% voorheen naar nu 10%. Dat heeft er alles mee te maken dat mensen tijdens deze coronacrisis dan iets meer financiële vrijheid krijgen. Maar mij lijkt het dat op deze manier het aankopen op afbetaling alleen maar interessanter wordt. En daarom wil ik in deze video gaan kijken naar wat de echte kosten zijn van het kopen op afbetaling. En waarom je er alles aan moet doen om het juist te voorkomen. Dus dat gaan we behandelen in deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Vandaag gaan we dus kijken naar deze renteverlaging. De renteverlaging op het aankoop op krediet. En waar dat tot voorheen 14% maximaal was, is dat nu voor de komende 8 maanden tot maart 2021 verlaagd naar 10%. En dit geldt dus voor aankoop op krediet. En hierbij kun je denken aan betalingen in termijnen bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld je creditcard als je daar gebruik van maakt. En zelf denk ik dat we dan hier ook te maken hebben met een best wel gevaarlijke trend tussen haakjes. Iets wat we voorheen alleen in Amerika kenden, waar alles eigenlijk op afbetaling gebeurde. Waar creditcards heel normaal zijn en dat iedereen iets koopt op afbetaling eigenlijk. En heel veel mensen dus niet aan het einde van de maand de gehele schuld op de creditcard afbetalen. En die schuld dus meenemen en daar rente over gaan betalen. Nou, dat wordt ook steeds normaler hier in Nederland. Maar dan gaan we eerst nog kijken naar Amerika. Daar is het inmiddels zo normaal dat de gemiddelde Amerikaan inmiddels €9400 creditcardschuld heeft. Maar zoals gezegd, ook hier wordt dat steeds normaler. Dat zien we eigenlijk al jaren bij auto's. Die kun je wat steeds vaker leasen. Je ziet ook vaak het maandbedrag staan. Dat is ook iets wat echt Amerikaans is, waar ik het in ieder geval van ken uit de afgelopen jaren. Als je in Amerika een dealers binnenloopt, staat blijkbaar niet de totaalprijs van de auto, maar juist het maandbedrag. En ik denk dat we in Nederland ook langzaam die kant op gaan, dat steeds meer alles wordt getoond wat het kost per maand, in plaats van het eenmalige aankoopbedrag te tonen. En wat dat eerst nog vooral dus bij auto's was, zien we dat nu ook steeds meer bij meer gangbare, betaalbaardere producten eigenlijk. We kunnen bijvoorbeeld eigenlijk alles wel een beetje leasen, zoals je auto, maar tegenwoordig ook meubels. Je koopt geen wasmachine meer, je koopt een abonnement om thuis je was te doen. En zo'n beetje alles bij de Mediamarkt is inmiddels ook op afbetaling te koop. En juist de Mediamarkt en ook al die andere bedrijven richten zich denk ik juist op de kwetsbare doelgroepen. Mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten of van een uitkering leven of bijvoorbeeld studenten. En ik denk juist dat deze doelgroepen er ook gevoelig voor zijn en dat het grote impact kan hebben op de langere termijn. Maar voordat we gaan kijken naar een rekenvoorbeeld wil ik je vragen, wat is jouw mening of wat is jouw ervaring met aankopen op afbetaling? Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Gaan we nu dus kijken naar een rekenvoorbeeld en hiervoor pakken we de aanbieding die op dit moment geldt bij de Mediamarkt. De Mediamarkt doet heel veel op afbetaling en op het moment dat ik deze video opneem hebben zij juist een aanbieding of meerdere aanbiedingen die juist gericht zijn op studenten. Dus laten we dit voorbeeld net gaan doen alsof we gaan studeren en willen investeren in onszelf. Dus we willen een laptop kopen, want daar kunnen we ons huiswerk op maken. We willen een nieuwe telefoon kopen, want daarmee kunnen we onze klasgenoten een appje sturen over het huiswerk, zeg maar. En ook natuurlijk een nieuwe tv, want in al die vrije tijd als student zijnde moet je ook zeker de laatste series bijhouden. En zoals we zien op de pagina's van de Mediamarkt is alles te koop op afbetaling. Het totale bedrag is €2000, maar we kunnen overal voor kiezen om juist een maandbedrag te betalen. En dat is lekker makkelijk, want als student zijn heb je vaak niet veel inkomen, maar je hebt wel Ome Duo waar je alles kunt lenen wat je wil. Maar gelukkig wordt er wel gevraagd naar je inkomen en naar je uitgaves. Maar stel, we gaan nog thuis wonen en willen toch al deze spullen kopen met een inkomen van €1250 netto. En ik weet niet in hoeverre Ome Duo daar een onderdeel van uitmaakt, kunnen we in ieder geval al deze spullen op afbetaling kopen. En kijken we naar het eerste voorbeeld, dat is de situatie zoals die nu is, tijdelijk is dus, met 10% rente. Dan gaan we dus €2000 lenen tegen 10%. We krijgen bij de Mediamarkt 60 maanden de tijd om dit te betalen. En dat komt uiteindelijk dan uit op €42,07 per maand. Maar al deze maanden, 60 keer €42,07, komt uit op €2524 in totaal. En dus betaal je uiteindelijk €524 om €2000 te lenen. En niet alleen dat, je zit ook nog eens 5 jaar lang vast aan die maandelijkse betaling. En dat is dus de situatie zoals die nu is, met die voordelige rente tussen haakjes. Gaan we kijken naar de oude situatie, oftewel de situatie die na maart 2021 ook weer terugkomt. Met 14% als maximale rente pakken we hetzelfde bedrag, €2000 tegen 14%, ook 60 maanden, betalen we uiteindelijk €2741, oftewel €45,70 in de maand. En dat is dus nog geen €4 verschil met de situatie nu. Dus het is niet zo dat die percentages
dat dat het verschil gaat maken, want het is maar een paar euro per maand. Maar het is juist belangrijk dat je na gaat denken over wat ze altijd zeggen. Geld lenen kost geld. En dan is het dus belangrijk om geen geld te lenen voor producten die of afschrijven of heel veel geld kosten. Bijvoorbeeld die telefoon, die laptop of die tv waar we het net over hadden. Of bijvoorbeeld die auto, tenzij je je auto misschien nodig hebt om juist het inkomen te verdienen. Je wilt eigenlijk alleen maar geld lenen als je daardoor ervoor kunt zorgen dat je ook meer geld kunt verdienen, meer geld kunt maken. Een voorbeeld daarvan is vaak een hypotheek. Op die manier heb je een lage rente en zal je huis in waarde stijgen. Dus daar verdien je op. En aan de andere kant, het is geen optie om eerst 3-4 ton te sparen om dan pas je huis te kopen. Dus daarom is het voor een hypotheek weer een ander geval. Maar het is dus juist wel mogelijk om te sparen voor die tv of te sparen voor die telefoon. En juist als je gaat kijken, die 10% of 14%, als je dat zou als rendement zou hebben als belegger, zou je een topbelegger zijn. Terwijl je nu in dezelfde situatie door juist niet eerst te sparen dat geld eigenlijk weggeeft. En iemand anders zal dus flink aan jou gaan verdienen. Want wat jij ziet staan is die 10% of 14%. Maar dat zijn de rentebedragen per jaar. Als je een termijn aangaat van 60 maanden, oftewel 5 jaar, betaal je eigenlijk 25% tot 30% rente over die aankoop, over dat geld wat je leent. Dus dan is het in één keer een heel andere situatie. Dus ga daarom vooral goed nadenken voordat je aan dit soort situaties begint. En daarom zeg ik ook altijd, voordat je gaat beginnen met beleggen, zorg er juist voor dat je die kortlopende schulden aflost. Vaak zijn dat rentepercentages van 10% tot misschien wel 14%. En als je die snel aflost, heb je eigenlijk dus al een rendement van dat percentage te pakken. Meer dan je waarschijnlijk gaat verdienen in het eerste jaar op de beurs. Dus als je dit soort schulden al hebt, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk aflost. Heb je ze nog niet, zorg er dan voor dat je eerst gaat sparen en dat je dit soort schulden nooit aan hoeft te gaan. En met dat punt wil ik ook deze video afsluiten. Zorg juist ervoor dat je de juiste mindset hebt en dat je dus niet dingen gaat kopen terwijl je het geld niet hebt. Want je ziet gewoon welke rentepercentages je eigenlijk kwijt bent op de langere termijn. Dan gaat het niet om 10%, 14%, maar dan gaat het eerder om 25% tot 30%. En dat zou dus heel erg mooie rendementen zijn voor beleggers. Ik weet dat het niet altijd mogelijk is, maar probeer er dus alles aan te doen om te voorkomen dat je juist dit soort percentages gaat betalen. En ga er dus alles aan doen om juist dit soort percentages te verdienen, bijvoorbeeld door te beleggen. En daarmee wil ik deze video ook afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. En deze video wordt aangeraden op YouTube, waardoor meer mensen deze video te zien krijgen. En je helpt het YouTube kanaal er dus mee. Wil je nou zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje daarnaast om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.